B-finale gaan we hier verrijden bij die mannen van de promotieklasse. En dan is er toch wel een verrassing, denk ik, dat Robin Hoogland in die B-finale zit. Want die hadden we in de A-finale verwacht. Van de rest van de mensen kunnen we het snappen. Ja, Erik Achterkamp ook. Hij gaat echt wel wat van die A-finales rijden dit jaar. Maar vandaag was hij gewoon nog net niet goed genoeg. Maar kijk maar naar Hoogland. Robin Hoogland, veel te goed voor deze B-finale. Hij had natuurlijk bij de eerste 6 gehoord. En dan zet hij na 1 wedstrijd toch meteen op achterstand. Dan gaat hij hier de schade beperken. En zien we weer een heleboel Nijverdal naar voren komen met Achterkamp op 2 en Jeroentje Dinkman Lussenveld op plaats nummer 3.